De plek waar het tragisch ongeval zich voordeed in het Matawai-gebied zal helemaal worden afgesloten voor iedereen behalve voor de autoriteiten. Distriktscommissaris van Boven Kopenhagen, Walter Bonjanski, gaf tegenover onze nieuwsdienst aan dat dit besluit is genomen omdat niet eens een dag na het ongeval de illegale gouddelvers gewoon weer zijn begonnen met het winnen van goud op dezelfde plek. Bonjanski zegt gesprekken te hebben gevoerd met D.C. Mendelssohn, het traditioneel gezag, en met vicepresident Brunswijk. En we hebben tot een besluit gekomen dat we voorlopig alles gaat stopzetten. Iedereen van het gebied verwijderen. Zodat, want ik heb begrepen dat er nog 4 vermisten zijn. Het kan dat ze nog bedolven zijn. Weten we niet. Maar dat is wat men heeft aangegeven. De Fransen hebben aangegeven dat er nog mensen. Vermoedelijk zijn er nog mensen daar onder het puin. U heeft het over Fransen. Zijn het Franse militairen die zijn komen helpen? Ze zijn de regering van beroep gedaan op de Franse autoriteiten. Ik heb ze zelf niet gezien, maar ik denk dat het een speciaal team die belast is met die kennis heeft van zulke zaken. Die zijn daar geweest en ik denk dat ze moeten ongeveer 20 manschappen vanuit Frans-Guyana die zijn gekomen om dat om het onderzoek daar te plegen. Om ervoor te zorgen dat niemand naar de plek des onheils gaat, wordt er extra controle uitgeoefend in het gebied, zegt D.C. Bonjanski. De politie was er ook bij, dus de beveiligingsteam gaan we daar moeten installeren om de zaak daar te controleren, zodat er niet, wanneer de mensen verwijderd zijn, dat er niet andere mensen daar slepen om te gaan werken. En dat ding is heel gevaarlijk, hij was er ook bij. Het is zeer, zeer gevaarlijk. En hadden ze geluisterd, dan was dit niet gebeurd. Dus wat wij daar hebben meegemaakt, je hebt een koud koorts. En de meeste jongen die daar zijn in het gebied, die werken, bijna als ik dat, ik wil het niet zo uitdrukken, maar het kan niet anders. Die mannen roken, ze drinken, ze gebruiken tabletten. En je kan echt niet met ze praten. En dat is een van de oorzaken was ik nu daar afspeel, dat niemand luistert naar niemand. Vandaag werd bekend dat het tragische ongeval een 15e slachtoffer heeft geëist. Het gaat om een 23-jarige gouddelver die gisteravond aan zijn verwondingen overleed in het ziekenhuis.